krankzinnig als ik zeg de verlenging. Hoe zou jij het willen omschrijven? Ja, ik ben bijna vergeten dat ik zelf nog gegooid heb vandaag eigenlijk. Zo lang duurde het. De 13e inning. Op en neer. En dat was een gekhuis. Ik denk dat iedereen hier wel genoten heeft. De verlenging werd gespeeld volgens een tiebreak systeem. Ik ga het niet helemaal uitleggen aan onze kijkers en luisteraars. Maar toch, je zou bijna zeggen, zo spectaculair. Waarom begin je de wedstrijd niet met een tiebreak? Gekkigheid, hè? Ja, maar kijk, ze hebben het natuurlijk erin gebracht omdat je dan niet zo lang door kan gaan. Want ik bedoel, in Amerika is het wel eens 17, 18 innings. En die tiebreak gaat normaal niet door tot de 13e. Normaal is het de 11e afgelopen. Maar ja, het is erg aan elkaar gewaagd hier vandaag. Wat een ambiance, hè? Ja, geweldig, hè? De herrie, hoor, vandaag. Jij begon de wedstrijd als werper. Je zegt zelf, wat is zo lang geleden, ik kan me bijna niet herinneren. Wat was het voor een wedstrijd voor jou? Ja, prima. Ik heb één inning... Gooide ik niet echt precies wat ik wilde gooien, maar voor de rest ging het vrij soepel, denk ik. Dus ik ben vrij tevreden over mijn eigen prestatie. Want dan zie je toch dat er een Curaçao hier naartoe gekomen is met echt hele talentvolle honkballers. Jazeker, maar dat wisten we ook van tevoren. En ze hadden ook al aangegeven dat ze er echt voor wilden gaan. Ze zijn al een tijdje in training, dus we wisten wat ons te wachten stond in ieder geval. Dit is niet het sterkste Oranje, ook een talentvolle ploeg. Wat voor ploeg is dit Oranje? Ja, jong en oud. Ik ben oud. En er zijn ook een hoop jongens van onder de 23 bij die later in het jaar naar de EK gaan. Daar is voor gekozen. Ja, je ziet het, het klikt wel. Begrijp je de keuze? Ja, ik begrijp de keuze wel. Ja, je moet toch een keer jong talent proberen op te leiden. En ze dan ook inderdaad deze ambiance te laten proeven. En ja, dat is wel gelukt vandaag, denk ik. En dan speel jij dus met jongens die je zoon hadden kunnen zijn? Ja, had ik wel heel jong kinderen moeten krijgen, hoor. Maar hoe is dat? Dat is geen één generatieverschil, dat is drie generatiesverschil. Ja, nee, ik heb er helemaal geen problemen mee. En als je in zo'n team zit, er zijn wel meer oudere jongens. Je hebt Diego, nog meer jongens die eind 30 zijn. Ja, ik vind het gewoon heerlijk om te honkballen. En nog steeds eigenlijk, dus ik vind het prima. Dit is jouw laatste toernooi? Ik kijk het per jaar aan, maar ja, het volgende toernooi is pas over 2-3 jaar. Dus ik weet het nog niet. Volgend jaar is er een hongerweek. Honkbalweek, is dat nou helemaal zeker al? Nou ja, wie weet. Misschien wel. Nee, maar serieus, je bent over de 40, met alle respect. Je staat nog goed te gooien. Moet je niet eens zeggen, ik stop als het nog gaat? Of moet je wachten tot het niet meer gaat? Nee, maar kijk, ik voel zelf wel precies zo hoe het aanvoelt. En vorig jaar heb ik een half jaar ernaast gestaan. Ik voel me nu beter dan ooit. In de hoofdklasse gaat het geweldig. Dus ik voel echt wel aan, als het niet meer gaat, dan hou ik het eer aan mezelf. Maar nu voelt het nog prima. Over de hoofdklasse gesproken, het is de aloude discussie. Ik wil hem toch nog even aanzwengelen. In de hoofdklasse overdreven gezegd nul publiek. En hier zitten de tribunes weer vol. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, maar zeker op zo'n dag als vandaag met Curaçao zit het natuurlijk helemaal vol. Maar dat is het standaard. En gisteren vond ik het ook best wel goed vol zitten. Ja, mensen willen toch hoog honkbal zien. En ja, je ziet het vandaag. Het is geweldig. En ja, misschien is de hoofdklasse toch iets minder. Ja, ik vind het een moeilijke discussie eigenlijk. Ja, het WPT heeft geen budget voor een gelikte marketingcampagne. Hebben dus weinig reclame gemaakt voor dit toernooi. En toch zit het vol. Ja, zeg het maar. Ik heb me er niet in verdiept wat ze gedaan hebben. En of ze de stad in zijn gegaan of iets dergelijks. Maar ja, mensen weten het toch altijd te vinden. Is dat dan toch gewoon op basis van het verleden? Men weet dat het hier leuk is? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, is er ooit een jaar geweest dat het hier leeg was, elke wedstrijd? Nee, toch? Mensen vinden het geweldig en zeker zo'n wedstrijd als vandaag is natuurlijk behoorlijk. Het is een goede reden om terug te komen. Wat zou de hoofdklasse kunnen leren van dit soort toernooien? Want bijvoorbeeld Haarlem ook altijd vol. Ja, nee, ik heb echt geen idee van. Geen idee. Je geniet ervan zolang het duurt? Ja, ik vind het nog steeds heel leuk wat ik al zeg. En ik vind het, wat ik vandaag al zei, heerlijke ambiance. En ik hoop dat het morgen weer zo is. Nou, morgen hebben we vrijdag. Dinsdag gaan we er weer voor. Als het maar droog is. Ja, het zou heel het weekend regenen. Het viel reuze mee. Dus ik zie het wel gebeuren.